zei Willy Tilly. Hey, want er lag hier een doorbrief. Ja. Van Jozef Tilly. Wie was Jozef Tilly? Jozef Tilly, ja, was dat kennis, hoe kennis. En was dat, want jullie hebben zijn naam genoten. Ja, met zijn naam genoten, ja. Eerste naam. Maar geen familie. Geen familie. We hadden wel goed contact met elkaar. Ik had goed contact, een feit, ja, we zijn niet contact naar kom. Deels omdat we hoorden links en rechts dat niet door in Frans-Vlaanderen bezig was met alle soorten van lessen geven, aan de ene kant. En aan de andere kant natuurlijk dezelfde namen. Hey, en om die reden, kijk, ik heb bij hun gaan zoeken achter zijn familietak. En het ergste is, sorry dat ik zeg het ergste, hey, maar ik had weer een keer tot in Wout, tot om begin 1600, Tilly geschreven, lekker of dat je op die doorbriefjes daar zien hebt. En ik, ja, ik weet het genoeg. Ik kom in rond 1750, ik zie ik Atelier van namen, dus een Frans geschreven namen. Maar uiteindelijk, ja, met dezelfde schrijfwijze. We zijn een familie, maar met een vrij goede kent. Die ene brengt het ander mee. En in vele, vele honderden, nog tien voorden, naar ons huisje. Ook dat sprak dus een beetje aan, dat was gewoon een homo, want aan mijn bouwden in 1969, we zagen tjoe, we gaan de eerste homo geven hier, ja, ons huisje. Ik heb dat gezien dat ik hier binnenkwam, dat Jonus ook. Ja, inderdaad, ja, maar dat ook, vond dat zo. En het zit al een klein beetje de sfeer erin, hè. Ik ga zeggen, je moet je thuis voelen. Je kunt misschien zeggen, het is een beetje kinderachtig, ons huisje, maar niet, dit is de sfeer van, ik voel me hier thuis, je zit hier wel op om, ja, een beetje in die zin, ja. Ja. Dus Jozef Tilly, zijn nus, was in Steenvoorde, ja, dat was een Frans-Vlaming. Ja, het. Ja. Hij was geboren in Steenvoorde. Dat kun ik niet juist zeggen, ik weet dat die Nels is heel zijn leven werd in Steenvoorde voor de ding daar in de makerie. Ja, in Steenval, ja. En die heeft zijn werk. En in feite, ja, om hem te leren kennen, wat die mensen ook al van doen. Er worden jonge kadetten, van zijn trouwt met de kleine jongens. En die was wel een maas, maar een vrij sympathieke maas, want ja, kom, je kunt met de jongens dom doen en spelen. ja. Dus, maar Jozef Tilly was ook met taal, met de talen bezig. Inderdaad, he? ja. Sprak hij het Vlaamse dialect? Ja, sprak hij goed Vlaams, ja. Absoluut. Ja. Maar hij ging wel de neiging toen, omdat dus lessen gaven door, van af en toe een keer naar Nederlands over te stappen, maar alhoewel dat het natuurlijk gebroken Nederlands was, kuste veel beter zijn Vlaams dan zijn Nederlands. Ja. Maar goed, het was een vrij sympathieke vent, dat was lekker vent en je kuste groot knippen, denk ik. Want ik ken dat toch, ja. Nu, dus eigenlijk, die talen verbinden je er ook een beetje, want Guy zit ook bezig. Zeker. Guy zit ook bezig met talen, hè, Willy? Ja, voor dat deel toch, ja. Nee, want Guy was vroeger ook leraar. Ik kan nog lessen geven, ook, ja. En? Nederlands, ja. Nederlands en geschiedenis. Nederlands en geschiedenis, ja. Ja, met overtuiging. Ja. En Nederlands was Nederlands. Dat was dus wat. Maar, ik ga zeggen, mijn hart is toch rap open voor het dialect ook. En nogal zo. Ja. Ik ga zeggen, als je kunt en dat de mogelijkheid er is. En als je moet babbelen, zelfs met een groter publiek. En als je Nederlands, als een popering verstaan, of dialect verstaan. Moet je dat doen en zo? En de meeste is ermee vrij content. Ik kan nu zeggen, ja, waarom was dat streektaal, noem je dat dan, hè? Liever toch, ja. Ja, hey? ik liever van streektaal. Het is niet pejoratief bedoeld van mij dat ik zeg een dialect. Ja. Want ik zeg, ik respecteer alle dialecten. Ik wil ze allemaal even heen. Uiteraard, ja. Als ze kunnen verstaan, ik respecteer ze nog meer. Hè? Ja. Maar goed. Je kunt nu zeggen, ja, Jozef Tilly... En dat meneer had wat geleerd in dialect, wat is dialect, ik kan niet zeggen het voordeel, ik moet zeggen dat, waarom spreekt een mens dialect en Vlaams dialect, dan zegt dat is een gemoedelijke taal. Zegt het woordje gemoedelijk, en dan gaf hij daar een schoon voorbeeldje van. Zegt, je moet een keer rotten zeggen, als ik nu zeg, het is zochte leidt katjes boogje. Maar zegt hij dat niet gewoon, hè? Ja. En vertelt dat nu gezegd naar het Nederlands. Of naar het Frans, ja. Nu naar het Nederlands. Ja, ja. Het is zacht als de kat haar balg. Zeggen, hoe is dat verschil, hè? Ja. En in feite, het is zo. En het is een taal waar je... Beter je gevoelens... Je kunt beter je gevoelens erin leggen, ja.
natuurlijk, ja, historisch gezien, van een Hollander is dat ook verstaanbaar, want ze had in zijn Calvinistisch patroon en dan moest hij ook wel strenger zijn en dan was ook wel hoekiger enzovoort. Hè. Maar, en dat vond ik juist het schone aan het dialect, dat het, ja, het is een gemoedelijke taal. Je kan je gevoels, als ik in dit een lessen had, en ik zei rekkers tegen mijn leerling, zeggen, iemand die heel goed Nederlands kunt en die zegt, ik beheers dat 100%, zei, moet ik gewoon een keer vragen. Dat ik heel kwaad wil maken in het Nederlands. Hè. Mocht zijn nog een miserie. Ja. Zijn had er niet aan lukken. Had er niet aan lukken. Ja. Zijn, dan is maar een echt Nederlander misschien die dat kan kunnen, maar wie er gaan dat niet kunnen. Hè. En inderdaad, het is een gevoelstaal, een gemoedelijke taal. En dat is misschien ook een beetje de reden waarom dat ik persoonlijk dialect interessant vind. Ja. Heb jij dit, volgens dat ik weet of goed, lessen gegeven met Frans Vlaanderen? Ja, ja. Wat voor lessen heb je daar gegeven? Lessen, dat was... Of een les, of een vak? In 1964, herinner me dat nog. En kijk, juli, augustus, lessen geven in Ekelsbeke. Ja? Ja. Wie was dat? Wie ging er door naartoe? Wie ging er door naartoe? Ja, jonge meisjes? Ja, die lessen volgden, ja, inderdaad. Ja, ja. Dat waren normaal zo gasten van pak 13, 14 jaar tot 16, 17 jaar. Ja. Die wel naar de beste dingen. Maar het was natuurlijk het was Nederlands dat we moesten geven. Hey. Ja. Terwijl dan er toch wel enkele van die leerlingen waren die beter dialect kusten dan Nederlands. En het probleem was bij die Nederlandse lessen dat ze ook de neiging hadden om alles uit te spreken op zijn Engels. Ja. Hey, ze hadden waarschijnlijk het woord Engels al gekregen in scholen. Ja. En dat was de neiging om dat te doen. Ja. 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 Was dat voor de vereniging het KFV, voor het Comité van Frans Vlaanderen? Ja, inderdaad, dat was het Comité van Frans Vlaanderen die me daar voor een vraag had. Waarschijnlijk had wel alleen in de lijnen van dan zijn wat je die Nederlands hebt, dat die of studeren in het Nederlands, dat is misschien wel een goed om dat te doen. Hè. En inderdaad, word ik daar vrij enthousiast over. Hè. Vrij enthousiast, ja. Was dat dan via Luc Verbeke en Cyril Moeijaard? Dat zal waarschijnlijk wel. Die naam Cyril Moeijaard op dat moment, ik herinner me dat ik nog correspondeerde met Cyril Moeijaard. Ik heb natuurlijk later toch beter leren kennen, omdat mijn inspecteur was. Ah, ja. En, maar dus Cyril Moeijaard zat er sterk achter, ja, absoluut. Ja. Je hebt dit gedaan, je hebt dat niet te lang gedaan, he, die lessen. Inderdaad, ik heb dat maar 1 jaar gedaan. Inderdaad. Je zit toen gestopt. Ik zit toen gestopt, ik ga zeggen, in zekere zin, omdat ik ga niet zeggen in onmin waren geraakt, maar dat ik het moeilijk kuste aanvaarden, dat... Frans-Vlaams woordje, onder andere Cyril Moeijaard, ik herinner me, ik heb een brief geschreven door hem. En hij zei, ik kan niet verstaan, als je nu klapt van een Frans-Vlaams woordje, je zet het op een sokkeltje, ik zeg, je gaat het op je knieën, je zit niet om te vreren. En dan moet je hier klappen van een puppen halen, dat moet weg. Dat moet worden, dat is geen Nederlands, dat moet eruit. En dat heb ik moeilijk kunnen afwijden, dat het Frans-Vlaamse streektaal aanvaard werd, en vereerd werd, en dan zijn eigen streektaal moest worden uitgeroeid. Ik zei, dat is een beetje de reden. Er liggen hier op tafel vijftal publicaties die eigenlijk gaan over, over de streektaal hier van de Westhoek. Mm-hmm, is dat typisch van de Westhoek? Of van het is de Westhoek. Of nog typischer van Poperingen? Het is nog typischer van Poperingen, maar ja, let wel. De Westhoek Poperingen, dat is voor zijn... De taal is wel ongeveer dezelfde. Het enige dat je wel verschil hebt, zelfs in Poperingen zelf, is het verschil in uitspraken. Want in Woutoe, ten andere, ik zou zeggen, als ik nu klap tegen mensen die nu wonen in Woutoe en die dialect spreken, zeggen ze, allee, hoe kan dat zien? Vroeger zijn ze Woutoe. En zijn ze blauwe lakens. De meeste in Woutoe weten niet dat vroeger zo was. En als je naar Roosbrugge, het is een verrekijker. Nee? En het zijn dozen naar ze daar. Ja. En ga je toch nog denken, ik zeg maar wat, naar Roesten. Ga je daar zitten met de beuter en een paard. Nee? Dat, ik zeg het, zelfs hier in Poperingen, ik heb wel vastgesteld, dat die ene deel van Poperingen soms een woord anders uitspreekt dan het andere deel van Poperingen. Bijvoorbeeld het woordje op. Niemand zal zeggen, hij zit op zijn paard. En dan zal zeggen, hij zit op zijn paard. Kom die klerigheid, die finesse. Maar natuurlijk, kwestie van uitspraken, vele van die woorden ja, zijn aan het verdwijnen, zijn verdwenen. Iedereen zegt nu, oh ja, puppen halen. God, dat Poperings, eigenlijk dat is geen Poperings.
Dat is een algemeen Vlaams woord. Hè. Als je kijkt, gok je naar de middeleeuwse stadsrekening in Gent, in Brugge, in Damme, tot zaterdag in Sint-Omer. Ga je wink en puppen halen, dan wordt geschreven de pippen halen of pippen halen of ik weet niet wat, maar het is een puppen halen. Ik herinner me nog, we pezen uit Poperingswoord dat er niemand meer kent, dat is een achterwoordregio. Een achterwoordregio, dat is ja, een vrouw die een kind hebt komen, gewoon zijn een vroedvrouw, moet dat zo noemen. Ja. En op een hoekje, ik kan hier zo'n notboekje dat ik in mijn hand kreeg van ik weet niet wat voor een poter in Gent, die het Gentse volksleven beschrijft. En ik snap ik vast, hoort je? Ik laat die ook van een achterwoordregio. En diezelfde weken op Radio 2 het genoeg, ze klapte, het was een van Tilt die babbelde en dat klapte ook van een achterwoordregen. En toen zei je, jongen, het is gelijk. Je ziet dat ze al Vlaamse woorden die vroeger bestonden. En hier en daar is er een eilandje dat naar Bluffen bestond. Ja. Like die puppenhol, ja, die nu nog hier is Bluffen lang in Popering. Eigenlijk is dat een soort middel-Nederlands. Dat zijn inderdaad, dat klopt, dat zijn middel-Nederlandse woorden. Die in de Nederlandse taal eigenlijk niet meer gebruikt worden. Inderdaad. Die worden niet meer gebruikt, maar die worden wel via de dialecten nog bewaard. Ja, die via die dialecten bewaard zijn inderdaad. En zo je de verschillende dergelijke woorden. En in dat opzicht is dat wel interessant dat je nog oude woorden kunt terugvinden. Absoluut, absoluut. Want gezegd, herinner me, ik heb veel jaren dus in stadsarchivaris geweest. Ja. En het gebeurde nu, toen ik dat erin kwam, student, dan moest ik denken, het was een seminariewerk. En de laatste jaren hebben we dat horen, was er regelmatig in die kwamen. En om het niet te moeilijk te maken, hij moest een inboedel van een hofstee bespreken. En dat was dat tot van 4 of 5 bladzijden, maar met alle soorten woorden uit de jaren 1700. Ja. Ik wil zeggen, de helft van de woorden verstoren ze me. Natuurlijk, ik denk in veel gevallen ook over we landbouw al om, hè, maar ook de eenvoudige woordjes. Hè, ik weet dat er geen een boek aan dood is op, agitieren. Wat is agitieren? Ja, bon. Agitieren. Natuurlijk, waarom weet ik niet meer? Omdat het ook niet meer bestaat, wordt ook niet meer gebruikt. Hè. Een onderstelletje wordt dat, om een tunnel erop te leggen in je kelder. Hè, is agitieren. Hè, en zo. Natuurlijk, dat is met alles en zo. De moment dat we de woorden mee gebruiken, verdwijnen ze. Hé, aan de ene kant en aan de andere kant. Nu zijn we zitten we er een beetje met het probleem, want als er dan nog veel nieuwe woorden komen, dan moet het maar mee kunnen. Hé. En het spittige vind ik het ook weer, dat is weer naar het dialect toe gaande, dat we zo dan rap die Engelse woorden bijpakken. Hé. Ja, ja pre-teaching. Ja. Pre-teaching. Ja. Herkatten die weten wat het is. Zijn dat weten en zelfs nu gebruiken ze het al mee. Ja, in heel die coronaperiode was staycation, ook een staycation. Ja, dat was erg in heel die coronaperiode. Al die Engelse nieuwe termen, nee. Dat ze zelfs, lockdown, nee. Dat ze zelfs op de Vlaamse, de Vlaamse televisie gebruiken. Ja. Terwijl dan er eigenlijk schone alternatieven zijn. In, maar je mocht er zeggen, vakantie in eigen land. Ja, zeg, Willy, hier uw publicaties... Ja. Wat zijn dat vooral dat je gepubliceerd hebt in die, dat zijn in die uitgaves? Ja, dat zijn allemaal boekjes met spreekwoorden en zegswissen. Dus dat heb jij verzameld? Ik ga eerlijk zeggen, het trotste deel komt van mijn vader. Ah, ja. Mijn vader was ook al geïnteresseerd daarin. Ja? Hij had ook al vele noteerd. Ja. Want ik ga zeggen, het vonden dat niet genoteerd had. Ik zou nog kunnen een paar zulke boeken erbij doen, maar ja... Ik zit er ook mee gestopt, want het is ook een heel werk om dat toen een beetje, ik zeg het, te selecteren in zekere zin. Ja. Ja, en waarom spreekwoorden en zegswoorden, is dat tot die helemaal aan het verdwijnen is. Hè. We zijn ons aan de woorden verdwijnen, hè. Maar spreekwoorden en zegswoorden, wie gebruikt dat nu nog? Ja, hè? Dat is waar. Ja. Zelfs in het Nederlands stel je vast dat er vele van die spreekwoorden verdwijnen. Hè, ja. Kijk, ja. En daarom vind ik dat belangrijk om dat ergens vonken te publiceren of te noteren. Praktisch al die boekjes zijn, we zeggen, 30 jaar oud. Ja. Dus het is intussen 30 jaar verder, het is nog harder gesteld. Dat is iets die aan het verdwijnen is, die spreekwoorden en die zegswijzen en die weerspreuken. En wat over dialect en allemaal. Maar om te besluiten, wat vind je hier eigenlijk, wat moeten jonge mensen leren? Vooral in Frans-Vlaanderen toen, hè? Als wij komen werken naar België. Hè? Ja. Of moeten de West-Vlaming, moeten ze dat dialect nog leren in de school? Spreken in de school, zoveel mogelijk? Of zeg je nee, een andere manier? Dat is nu de moeilijkste vraag die je stelt. Hè? Uiteraard, hij gaat naar school,
Om te beginnen, je kunt al geen lessen volgen in het dialect Goddel niet. Hè? Dat bestaat niet. Hè? Mm-hmm. Laat ik eruit, de stelling op je taal zit in het dialect, dat zou waarschijnlijk wel eerst eens om een keer te worden, maar dat is al niet. Je moet dus inderdaad een officiële, moet ik zeggen, een taal kennen die dus door een grotere gemeenschap wordt gesproken. Dat is één. Ten andere, ik zie zelfs dat het gaat evolueren tussen hier 20 en 30 jaar, dat Nederlands ook al gaat op een zijspoor staan, dat het gaat Engels zijn, ja. Dat komt meer en meer en meer. En tot er wees in Vlaanderen en de hogeschool. Ja, maar het zelfs de coureurs toe moeten we dat we gaan ook Engels klappen. Hè. Ja, ja. Of zelfs komen ze uit Eritrea, ze moeten Engels klappen. Hè. En komen ze hier ook uit, maar ik weet niet waar, in de streek, ze moeten Engels komen. Dan piep. Maar, ja... Ik ga zeggen, dat is misschien wel een beetje, soms gaan dan zeggen, ja, dat is belachelijk. Je gevoelens kan je best uitdrukken in je dialect, dat is een feit. En ja, in een officiële taal, of je moet ze heel goed beheersen om dat te kunnen. Maar kun je dat, die streektaal, Willy, kan je dat volgens u kan je dat benaderen, like of dat je een oud gebouw benadert, dat dat eigenlijk een soort erfgoed is? Die op een of andere manier moet behoord worden. Ja, natuurlijk, ja. Die taal, en daarom maak je ook die publicaties. Ja, en dat is een grote verre... Ja, in de hoop dat ze nog kunnen. Nu, ik doe toch een zoek in die publicaties. Ik zeg het in het Nederlands, ik zeg het ook in een zelfgefabriceerd fonetisch schrift. Ja. Maar inderdaad, ja, het verdwijnt. En dat in de 100% ligt, dat is inderdaad immaterieel erfgoed. Hè. Ik ken daarvoor al vele mensen aan het sproken. Vele ministers aan het schrijven, maar de reactie is 0,0. Er wordt geld uitgegeven voor onderhoud van immaterieel erfgoed in het algemeen, de hele goede is, processies hier, reuzen daar, noem maar op. Maar de taal, die in feite het belangrijkste immaterieel erfgoed is die bestaat, daarvan, verstaan we niet goed. Ja, nee. En misschien pijzen ze er ook als net een belachelijk som mogen met de zaken van de subsidies geven dan iemand die dialect spreekt. Ja. Nochtans, het zullen de... Ja. Ja. Maar we kunnen toch maar proberen, Willy, van het een en het ander op papier te zetten. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Zodat bewaard is en hetgene dat ik doe, proberen een ding te registreren met klappen met mensen die nog doen het al klappen. Ja, absoluut. Dat is een manier om dat te doen. Ja. Oké. Willy, ik dank u wel voor het gesprek dat je had en omdat ik een combo. Tot de naaste keer. Dank u wel, dag Willy. Moet ik nog een zakje binnen om te drinken. Toch wel een keer pasten op een andere keer.